Hallo iedereen, welkom terug bij deel 2 van The Darkness 2. We gaan vandaag verder op de plek waar we de vorige keer stopten in de metro. En dat is hier. Oké, the door can't be grabbed until the light is destroyed. Dus we pakken dit ding op en... Waar is het licht? Daar. Het licht gaat niet kapot. Nu is het licht wel kapot. Oké, doe er dan iets mee, meneer. Oh, ik moest het zelf doen. We staan op de Canal Street Station. Attention, please. All trains will not be stopping at the Canal Street Station. Oh shit, ik laat jullie wel gaan. Kan ik hier dingen oppakken? Nee. Maar ik kan wel met licht fucken. Oh jee, oh jee. Ik mag niet in het licht staan natuurlijk. Dat is wel super cool. The Darkness, hapje, dan mag ik nooit meer in het licht staan. Hun harten eten is ook altijd super chill. Oh, hoor dat ding nou, man. As long as I get some answers. Die stem is... Wat is... Wat? Een zwerver. Overduidelijk een zwerver. Wat de fuck doet die? Alles moet ook kapot. Die Darkness wordt helemaal gek. Yummy, fijn die harten. You could take me down. Who the hell sent you? Oh, yummy. Lekker hoor. Wat is hij aan het doen? Het zal wel. Ik ga natuurlijk geen random enemies of mensjes doden. Dat kan niet allemaal kapot. Dat moeten we eigenlijk wel kapot. Wat hebben we hier nog? Oh, zomaar dingen die ik kan oppakken gewoon. Oké, we gaan verder. Oh, wat de fuck zijn het toen? Hij doet echt altijd achterlijke dingen. Komt zomaar uit de muur gerend. En hij zit daar nog steeds te chillen. Sterf nog maar. Kan ik je hart opeten? Nee, ik heb hem dus ook gewoon nog voor niks vermoord. Handig. Eat hard. Wat allemaal die mensen nou aan het doen? Oh, goh man, telkens die gore, hoe moet je het noemen? Ja, killingsdingen, yo, de weerde anaconda. En deze gastjes zijn echt super irritant, die gaan gewoon naar hem toe rennen. Die motherfucker. Zo, jij bent dood. Ik kan hem ook niet oppakken ofzo, kan ik hem nog oppakken? Ja, en ik gooi het lekker tegen zijn homie aan. Oh, yummy. Hoppakee, die heeft geen hoofd meer. En al het licht moet uit, want we zijn natuurlijk de super demon hier. En niemand fuckt met ons. Wat is dit dan? Nice, de Defender. Eerste shotgun in de game. En waarvoor kan ik het oppakken? Ik heb nu de Uzi, de Dual en de Defender. Dat staat erboven. Kan ik trouwens save op elk punt? Even kijken. Nee, alleen restart level. Dus het is echt zo'n game die levels heeft en je volgt allemaal een aparte lijn en het is niet... Je kan op elk punt saven. Maar dat hoeft ook niet. Maar dat wil ik wel even checken, anders had ik nu gesaved. Wat is dit? Oh, hier kan ik weer nieuwe dingen kopen. Oké, we eten zijn hart eruit, pakken hem op en gooien het daarna gewoon naar zijn vriend. Oh, het kan er weer niet doorheen. Handig. We moeten dus echt snel alle testen worden. Oh, goor, zijn benen. En ik selecteer trouwens ook eventjes meteen weer mijn pistooltje, want het is echt zonde om al die bullets op te gaan maken van die shotgun aan deze random enemies. Oh fuck! Ja, die zijn allemaal dood. Nee, dit wil ik niet. Geef me je hart. Kan ik je hart krijgen? Oh ja, oké. Kijk, die gasten worden helemaal gek. Ze blijven gewoon maar doorknallen. Oh, die gast wordt helemaal gek, dat supermonster. Of dat supermonster, ik ben het gewoon zelf. Het is in ieder geval, het zit aan me. En is, was dat iedereen? Even kijken. Deze heeft nog een hart. Ja, kijk, we doen natuurlijk alle hart hebben. Geef hem je hart. Yo. En altijd metro's in games, hè? Waar? Ja, maar hier moet ik heen. Oh shit! Dat ging net goed, jongens. Wow. Holy fuck. Voordat we verder gaan. Kijk, want hier moeten we gewoon heen. Dit lijkt trouwens heel erg op het puntje Legendary. Die game die ik trouwens nog voor jullie wilde let's playen. Kan ik terug? Dit is echt zo'n actie. Nee, ik kan niet meer terug. Dan doe ik het wel bij het volgende. Wow, wat gebeurt hier allemaal? Wat zat jij nou weer te doen? Je hebt ook gewoon een Engeland shirt aan, wat een mafkees. Dus hoe eng, gruwelijk en raar die game ook is, hij heeft tegelijkertijd ook gewoon humor. Dat merkte ik op het begin, want toen we het ontmoetten liet hij een scheet. Wat is dit? Niks bijzonder. Geef me je hart. Yo, en... Oh, cool man. Ik weet soms niet eens meer wat ik allemaal doe, want het is natuurlijk de besturing doorkrijgen. Oh, jammer, ik doe weer de anaconda. Yummy. We zullen later wel weer veel meer nieuwe skills kunnen krijgen, waardoor we allerlei nieuwe aanvallen kunnen doen. Want ik doe nu steeds die anaconda, maar dat zorgt ervoor dat ik hun leven krijg, net zoals al die harten opeten. Moet ik hierheen? Ja toch? Of moet ik hier langs? Dat kan ook. Jenny! Dance with me, Jackie. Dance with me? Oh fuck! The host will not die. Wie was dat wie dat zei? Ik krijg de hele tijd flashbacks van die vriendin van me. Oh jee. Where the hell am I? Nee, waarom altijd psychologische inrichtingen en ziekenhuizen? Hello, Johnny. Johnny? Johnny fucking Powell. What are you doing here? And where the hell are we? You let stupid stuff get in your head, then it gets all jumbled and weird, and people think you're nuts! I'm and find me, Jackie. Oh, die gast is helemaal gek, man. Kijk hem trippen in zijn eentje. Hallo? Hallo. Tony, what happened? Did you find the guys who hit us at the restaurant? Sometimes I can't tell the difference between a fruit and a vegetable. Oké, al deze gasten zijn verstoord. I gotta get out of here. I like grapes. Wat? Oh. You are the bringer of death. What the fuck was that? Dat weet helemaal niemand. En kijk hoe grof het er hier uitziet. Dit zit helemaal vol met bloed. En wie de fuck is dit? Jesus Christ, Jackie, we thought you was dead. What happened back there? I handle things like I always do. What the hell's going on, Tony? Hell if I know, boss. Look, we gotta get out of here. You go in your limo and I'll go ride in the car with Vinny. He busted up a couple of ribs, but he's gonna be fine. The first time you use the darkness, it scares you. But once you've tasted it, you can't stop. That's all you think about. Like I said, it consumes you. Every second of every day for the last 2 fucking years, I kept myself in check. Gritted my teeth and kept it buried. Oh, now it's back. And I can feel what it's doing to me. Spannend. So, spannend. I guess setting you up with the twins didn't go so good, huh? Yeah, no shit. I'm glad you're alright, Vin. Now can you tell me what the fuck just happened? I don't know. I saw some weird looking guy had a limp. It was crazy, like one minute he's there, the next minute the guy just fucking disappears. I don't know, I must have hit my head or something. Look, anyways, Jimmy says he's got a lead on the crew that hit us. Good. Now find Jimmy. Tell him to meet me in my office. I'm gonna head upstairs. Yeah, sure, whatever you need, Jackie. Oké, cool. We moeten naar... Oh, kijk hem staan dan. Hallo, ik ben een chief met een shotgun. Al deze maffia shit en tegelijkertijd hebben we gewoon de darkness in ons. Hallo? Wat is dit nou weer voor type? Eddie en Frank zitten te chillen. Oh, wacht even, dit is gewoon de bar. Oh, ik dacht eventjes dat dit gewoon de bar was waar die auto doorheen reed in de intro, maar dat was het niet. Wel echt een super mooi huis. I think the guy's fucking nuts. You think the boss is a nut job? What, you don't? Ze hebben het ook steeds over de boss. Ik weet niet of ik dat ben of dat we voor iemand werken. En waarom ik de enige ben met de darkness. Dag vet Tony. En die naam ook, Tony. Het is echt een soort maffiagroep. Yo, Vinny. Wat ben jij aan het doen? Oh, hij kijkt naar hoe die bomaanslag is geweest bij die plek waar wij waren, hoe de game begon. En het staat op mute, op de een of andere manier. Waarom kijk je naar mute television, Vinny? Het zou nou naar boven gaan, dat was waar we eigenlijk heen moesten. Oh, cool, dat ding leidt me er ook heen. Welke stad zijn we? Welke stad zal het zijn? Geen flauw idee. Er zijn zoveel steden in de hele wereld met heel veel grote flats, dus geen flauw idee. Dit is echt sneu. Het is eigenlijk heel sneu dat wij die darkness hebben. Het gaat allemaal om zijn vriendin. I saw you again today. In the alley. Down on the tracks. I still see you. everywhere I go. You torture yourself with her memory, Jackie. Aw, lieve oma. Jenny would never have wanted this. It scares me that you're so much like your father, Carlo. He could never let things go. Aunt Sarah, I'm fine. How many times I gotta tell you? You're a terrible liar, Jackie. Sometimes I think I see her. And it's like she's not gone. But she is gone, Jackie. You buried Jenny years ago. I know. Listen, Aunt Sarah, thanks for looking out for me, but I'm okay, all right? Just got a lot on my mind right now is all. Fine. You ever get the balls to actually talk about all this, come see me in my room. Ja, ik kan nu een keuze maken. Vierkantje of driehoek, wat zullen we doen? Ik weet het niet. Het gaat over die dood, hè, van mijn vriendin. Ik ben wel benieuwd. Dan gaan we praten. Alright, fine. You want to bust my chops? Then let's talk. What do you mean, like my father? I loved your father. Everyone loved Carlo. He just had that way about him. But before we lost him, he couldn't let things go. He became obsessed, and that obsession consumed him, Jackie. I don't want to see the same thing happen to you. Wow, Aunt Sarah wordt opeens heel boos. It's not important. You just have to let go, Jackie. You have to move on with your life. I am, Aunt Sarah. I am. You really are the worst liar I've ever met. I grew up with thieves. So what then? I'm seeing ghosts? I don't believe in ghosts, Jackie. But I do believe in being haunted. You need to man up and let all of this go. You're right. How come you're always right? Comes with age, kiddo. I'll talk to you later, Aunt Sarah. You know where to find me. Het is wel een goed script tot nu toe, goede dialoog. Het is niet gewoon van hey een game, laten we er doorheen rennen, ik ben een monster, bah, grom. Ook een cool bed. Lijkt eigenlijk een beetje, deze stijl is een beetje Assassin's Creed opeens. Als je terug gaat naar het westen dan is het opeens Assassin's Creed. Wow. Dat is ook cool, spiegelbeeld in games. Super moeilijk om te maken. Wat stond hier? Serieus? Waarom heb ik de wat? Oké. Wat kon ik hier? Echt? Oh, wauw. Wat cool. Ik kan het bad aanzetten en vervolgens weglopen. Volgens mij heb ik geen quest op dit moment. Hey boss. So what's what? I want you to go find somebody for me. Johnny Powell. Lives down by the Queensboro Bridge. You find him and bring him back here. Johnny Powell? Ain't that the guy that used to help you out with that thing of yours? He was a weird fuck. Whatever happened to that guy anyway? It don't matter. I need him back. Go bring him by for a visit. And hey, you don't have to be nice to him. Whatever you say, boss. I'll have the new guys go get him. Oh, hey, Jimmy's waiting for you in your office. He's got a lead on the guys who hit us tonight. Thanks, Vinny. Anytime, boss. Let me know if you need anything else. Ik ben dus de boss. Maar waarom? Geen idee. Waarom ik ook die Darkness heb? We moeten ons echt eventjes goed laten inleiden. Wat een mooi gebouw, zeg. Hello, Jimmy the Grape. Staat te pissen tegen zijn eigen deur. Jackie. Good to see you in one piece, kid. Got that information you wanted, kid. Vinny says you got information for me. This thing at the restaurant. I just heard from Emilio Capizzi. A couple hours later, someone torched our warehouse down at the docks. And Freddy tells me two of our boys got clipped outside of Gino's Deli tonight. Somebody's making a play. Whoever did this to us is dead. You hear me, Jimmy? There's the Jackie Estacado I know. Vinny told me you got that thing of yours back tonight. It's about fucking time. All right, just tell me what you know already. A waiter recognized one of the guys who came into the restaurant tonight. Some guy named Swiftie. Oh, Swiftie. Yeah, I know that prick. He left as soon as I got there. I never actually met him before, but I'm definitely looking forward to meeting him now. I had Vinny get some of the boys together. Let us know when you're ready to go and kick some righteous ass. Okay, cool. Echt telkens als ik denk, ja, ik heb echt alle soorten games gespeeld. Dan komt er weer een game dat ik denk van, dit is weer nieuw. Hallo, wat moet ik doen? Ik moest toch wel echt naar hem toe. Hey Jackie, what say we go pay this asshole Swiftie a visit? Let's go. Let's go crack some skulls. Attaboy, boss. Let's head down. Well, here we go. Time to go to work. Inderdaad. Wat een rustige inleiding van die game. Het is echt cool gedaan. Something funny. When I was a kid, the dark used to scare the shit right out of me. I always felt like there was something out there, in the shadows, just waiting. Ooh. And Sarah always said I was a smart kid. She tried to tell me, Jackie, either you control your fears or they'll control you. And I tried to control them, believe me. I tried. But every night, there I was, hiding under the sheets, trying to convince myself that whatever was out there wasn't real. Thank God I outgrew that shit, huh? We staan nu in een straat met al mijn maffia gasten mee. Kijk maar ook naar die auto alleen al. Ze zijn typisch maffia. Yo. Hey Jackie, you ready to do your thing? Zeker weten. Just point me in the right direction, Jimmy. Swiftie was at the restaurant just before it all went down. He runs an executive poker game in a pool hall up around his corner. Follow me. This is Swiftie's neighborhood, Jackie. We don't got a lot of friends. Dit gaan we zeker weten doen in de volgende part. Dus dit was een hele rustige part eigenlijk, waar alleen wat, ja, de eerste 10 minuten alleen wat rare shit in de metro. We hebben wat benen in twee getrokken en harten gegeten en tegelijkertijd zagen we toen een flashback en waren we terug in het maffia hoofdkwartier. Maar goed, ik hoop dat jullie de part een beetje leuk vonden. Laat het dan weten door je groene duimpje achter te laten. En laat ook eventjes weten in de comments wat jullie ervan vonden. En ik weet niet waarom Q&A boven in beeld staat. Dat zie ik nu pas. Question and answer. Ze willen graag dat ik een nieuwe Q&A maak. Cool. Maar goed, thanks voor het kijken. Laat eventjes een like achter. Vergeet niet te abonneren als jullie nieuw zijn. En check ook mijn Facebookpagina eventjes om up-to-date te blijven. En dan zie ik jullie terug in alles wat ik maak. Later.